De staat New York is het epicentrum van de corona-uitbraak in de Verenigde Staten. Op 10 april zijn ruim 7000 doden en bijna 160.000 besmettingen geregistreerd. We spreken met twee Nederlanders die zich midden in de coronabrandhaard bevinden. Jeroen Kraan, een journalist woonachtig in een buitenwijk nabij New York City. En Michiel van Essenveld, een inkoper voor een kledingmerk. Woonachtig in het New Yorkse stadsdeel Manhattan. Wij wonen hier nu 1,5 jaar en de afgelopen weken is de sfeer zowel in het land als hier in New York echt volledig omgeslagen. De ziekenhuizen hebben het hier wel echt zwaar en het is wel echt te hopen dat er een piek is bereikt, want veel erger dan dit en dan kunnen ze het gewoon niet meer aan. New York City telt meer dan de helft van alle besmettingen in de staat. Van de 7000 doden in de staat zijn er 5000 in de stad gevallen. New Yorkers worden geadviseerd zoveel mogelijk binnen te blijven. Winkels en scholen zijn dicht en in restaurants kun je alleen nog eten afhalen. New York is natuurlijk gewoon een mierenhoop waar iedereen dicht op elkaar woont. Ook al zijn de concertzalen nog dicht en gaan mensen misschien niet in een druk restaurant zitten. Ja, je bent toch de hele tijd omringd door mensen en het zal moeilijk zijn om echt de hele tijd 2 meter afstand te houden. New York, uiteraard bij iedereen bekend als een stad die gevuld is met toeristen, is leeg gewoon. Wij wonen bij de Columbus Circle, de 59e straat. En dat is toch wel waar de toeristen toch allemaal een soort van samenkomen. En een Central Park met enkel en alleen wat bewoners die hardlopen, dat klopt gewoon niet. Mensen zijn hier gewoon wel in de afgelopen 3 weken zijn ze weer uitgetrokken. Veel mensen die upstate naar ouders gaan. Vrijwel al mijn collega's zijn weg. Echt een enkel die hier ook als expat zit, die hier nog in de stad is, omdat ze eigenlijk niet weg kunnen. Maar voor de rest is iedereen de stad uitgetrokken, omdat dat toch veel veiliger voelt. De ziekenhuizen in en rondom de stad lopen vol met coronapatiënten. Een buurvrouw van Jeroen maakt dat van dichtbij mee. Boven ons, daar woont een verpleegster en die werkt in het North Shore University Hospital. Dat is sowieso een van de grootste traumacentra van Long Island. Daar zijn 900 bedden en daarvan zijn er nu 600. Zij zijn gevuld met coronapatiënten, dus dat zijn echt gigantische aantallen. De hele IC ligt vol en ze proberen dan beademingsapparatuur bij niet-IC-bedden te zetten, zodat ze daar ook nog meer ernstige patiënten kunnen behandelen. Niet alleen de situatie in de ziekenhuizen baart New Yorkers zorgen, maar ook het groeiende aantal werklozen. We zijn nu in de afgelopen 3 weken hebben iets van 17 miljoen mensen werkloos geraakt. Ja, en in Amerika gaat je verzekering dus meestal via je werk. En die werklozen die zitten dus ook ineens zonder verzekering en zullen zelf iets moeten regelen. Dus dat is wel echt een gigantisch probleem van het Amerikaanse systeem. Dat het heel precair is, omdat het zo vast zit aan je werk. Als de werkloosheid stijgt, dan stijgt ook het aantal onverzekerden. Dus dat is wel echt een groot probleem. Ik bedoel dus niet dat ze bij het ziekenhuis zullen zeggen van sorry, we nemen u niet op, want u bent niet verzekerd. Maar het kan wel zo zijn dat je daaruit komt. En een rekening met heel veel nullen op je deurmat belandt achteraf. Hoewel Michiel niet bang is om zijn baan als inkoper te verliezen, is het voor velen in zijn branche wel spannend. De branche waarin ik werk gaat het wel slecht. Ja, de winkels zijn dicht. Er wordt op dit moment niet gewinkeld anders dan online. Maar het is pijnlijk. Tegelijkertijd gaan de huren en de salarissen gaan wel gewoon door. Michiel heeft wel vertrouwen in zijn zorgverzekering. Ik ga ervan uit dat als ik mijn zorgverzekeringskaartje laat zien, dat ik zorg mag verwachten. Maar ik heb nog nooit iets gehad hier. Dus ik heb ook geen idee of ik dan naar een ander ziekenhuis ga. Of ik weet alleen dat ik heel erg goed verzekerd ben en dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken. Terwijl dat, als ik naar mijn collega's kijk of vrienden kijk, is dat bij veel mensen iets waar ze 's nachts mee gaan slapen en 's ochtends mee opstaan. Ja. Ik zou dat echt niet trekken.